Ik ben Silke, ik zit in het jongerenpanel van UNICEF en vandaag ben ik bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ik zit vandaag met de lijsttrekker van de PvdA, Lilianne Ploemen. Dus wij vroegen ons af of de PvdA plannen heeft om mentale problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis tegen te gaan. Weet je, de oplossing daarvan begint erbij dat we erover praten. En wij willen ook heel graag dat het kabinet een sociaal steunpakket ontwerpt, waar we jongeren die het moeilijk hebben in deze tijd gewoon met concrete maatregelen helpen. Een hulptelefoon, misschien extra begeleiding op school, zodat je deze tijd allemaal een beetje goed doorkomt. Maar we maken ons namelijk ook zorgen over de lange wachtrijen bij de GGZ. Ja, daar maken we ons allemaal best wel zorgen over. Want als het niet goed met je gaat, dan kun je eigenlijk niet wachten totdat je hulp krijgt. Dus wij willen ook financieel meer investeren in alle voorzieningen voor geestelijke gezondheid, ook voor jongeren, zodat we die wachtlijsten terugdringen. Want ja, je moet eigenlijk, als het niet goed met je gaat, wil je niet moeten wachten op hulp. Wat zijn jullie plannen om kansongelijkheid, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook op andere plekken te verminderen? Nou ja, wij vinden dat daar natuurlijk tegen discriminatie heel hard opgetreden moet worden. Dus we nodigen iedereen die ermee te maken heeft ook uit om dat te melden. Want als we het melden, kunnen we er iets tegen doen. We vinden ook dat er een staatscommissie moet komen die onderzoek gaat doen naar discriminatie en institutioneel racisme en wat je daartegen kunt doen. Als u minister-president wordt, wat verandert u dan voor mij? Het is in Nederland nog steeds zo dat vrouwen minder verdienen voor hetzelfde werk als mannen. En ik heb een wetsvoorstel ingediend die dat moet veranderen. En als ik minister-president word, zet ik daar natuurlijk als eerste mijn handtekening onder. Mij lijkt dat ik ook gewoon heel vaak met jullie dan in gesprek ga om direct van jullie te horen wat je belangrijk vindt. Hoe wordt ervoor gezorgd dat niet alleen jongeren die interesse hebben in de politiek worden betrokken? Politiek actief betekent niet alleen maar in politieke partijen, maar dat betekent ook dingen op school doen, in je buurt doen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om, nou ja, mee te doen en je stem te laten horen. Als u in 2 of 3 zinnen iets tegen de jongeren in Nederland zou kunnen zeggen, wat zou u dan zeggen? Ga stemmen op 17 maart en als je nog geen 18 bent, laat je toch horen. Want we hebben je nodig. We moeten weten wat belangrijk voor jullie is. Wees niet stil. App ons, bel ons, mail ons, laat je horen. Mevrouw Ploemen, hartelijk bedankt voor uw tijd en voor uw antwoorden. Heel graag gedaan.